Jean Desrumeux, jij was een van de eerste Belgen die naar de modus mocht. Wat was het voor ervaring? Nou, best wel een leuke ervaring. Tegen goede spelers mogen spelen. En ja, het ging best wel goed. Het ging zeker best wel goed. Hoe is jouw weg daar naartoe geweest? De laatste paar jaren kom je wat meer in het nieuws. De Malta Open natuurlijk gewonnen. Op het WDF-WK gestaan, vorig jaar. Waar moeten we jou een beetje van kennen? Beetje, ja, een van de bekendere Belgen voordat het booming werd eigenlijk. Ja, ik speel al ja, toch wel een twaalftal jaren internationaal. Dus dan heb ik, ja, juist voor de corona, begon ik goed te gooien. Met een kwartfinale op de Dutch Open. Wat ook een beetje aanleiding was dan om mij te kunnen plaatsen voor het WK op Lakeside. Met dan de bedoeling ja, om nog toernooien bij te doen. En met de overwinning dan in Malta ja, was het praktisch bijna zeker dat ik geplaatst was. En ja, dat was een droom die uitkwam natuurlijk. Ja, afgelopen jaar heb je er niet gestaan. Was dat een bewuste keuze of gewoon niet geplaatst? Een beetje een bewuste keuze. Ook een beetje met mijn werk te maken. Ja, een beetje minder internationale gooit. Meegedaan aan de Q-school. Dan wel een paar challenge tours meegedaan. Ja, om daar een beetje ervaring toch op te doen. En, ja, we zagen wel waar we kwamen. En, ja, WDF was ja, iets minder dan enkel een beetje aan België gegooid. En ja, volgend jaar proberen we opnieuw voor de Q-school. Dat is booming in België. De VTM Darts Academy. Ja, wij hebben er niet heel veel kennis van. Zat je erbij? Ik zat erbij. Ik heb me wel moeten plaatsen via de selectiedagen. Dus waar we al met meer dan 2000 spelers waren. Dat was best wel ja, pittig. Hoe was dat, de VTM Darts Academy? Wat voor ons Nederlanders? wat was het? We hebben weinig beelden gezien. We weten dat eerlijk Klarijs erbij betrokken is, maar verder... Dus na die selecties waren we dan nog met een 35 spelers die geselecteerd waren. Dan moesten we naar de VTM Studios om trainingen te doen, samen met Erik. Dan moesten we oefeningen doen en dan voornamelijk ook matchen gooien tegen elkaar. Om zo ja, een beetje de betere spelers eruit te halen. En zit je erbij? Ik zit erbij. Kijk, hebben wij hem. We wensen jou heel veel succes op Q-School en bij jouw modus. Dank u wel.